Het imago van Dirk Zeelenberg staat onder zware druk vanwege toenemende ergernis onder het publiek. Recentelijk heeft hij veel ophef veroorzaakt door een respectloos incident tijdens een bruiloft, waarbij hij zelfs door critici als Paul de Leeuw werd veroordeeld. Mark Koster, een bekende mediajournalist en columnist bij De Telegraaf, heeft nu felle kritiek geuit op Dirk Zeelenberg. In een recente uitzending van de Juice Show liet Koster Geenspaan heel van Zeelenberg en noemde hem zonder omhaal een vieze vuile hond. Hij benadrukte ook het feit dat Dirk momenteel in een echtscheiding verwikkeld is en beschreef hem als een achterbakse en egocentrische persoon die anderen naar beneden haalt. Yvonne Koldewijer, een collega van Dirk, deelt dezelfde afkeer. Ze wees op een recent incident waarbij Dirk een respectloos filmpje opnam tijdens een bruiloft in een Bastion Hotel, wat voor het bruidspaar een speciale dag had moeten zijn. Yvonne noemde Dirk een klootzak en suggereerde dat hij alleen luxe en comfort nastreeft. Ze onthulde zelfs dat Dirk ooit een bruiloft dreigde af te zeggen omdat het bruidspaar in een 4-sterrenhotel had geboekt en hij per se een 5-sterrenhotel wilde. Mark en Yvonne bekritiseerden Dirk Zeelenberg genadeloos en concludeerden dat hij diep gezonken is in zijn reputatie. Ze beschreven hem als een amateur die huwelijken voltrekt en nog steeds onrealistische eisen stelt.